Hallo allemaal en goedemiddag. Het is zondag 8 december en het is afschuwelijk aan het stormen buiten. En ik dacht, dat is een ideaal moment om een leuke video op te nemen. Mijn naam is Vidioot en ik ben een fantastische fan van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema, de allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Ik ben een beetje aan het experimenteren met YouTube. Ik weet niet echt precies wat ik met dit kanaal wil doen. Ik kloot maar wat raak eigenlijk. En dan maak ik af en toe een paar video's en dan kijkt niemand naar en dan gooi ik ze weer weg. Of ik maak wat video's en dan kijken wel mensen naar. En die gooi ik weer weg. En vandaag wilde ik een beetje ander soort video doen. En het thema van deze video is denk ik een beetje zoiets van... vroeger was alles beter. Vandaag ga ik een spoiler review doen van Dr. Sleep. Ik heb vanmorgen vroeg... voor het eerst een goede kopie van deze film gezien. En burgemeester Halsema en ik, wij zijn min of meer dezelfde leeftijd. En wij komen alle twee uit min of meer dezelfde soort van alle twee. Wij komen alle twee van min of meer eenzelfde soort achtergrond. Namelijk zo'n PvdA gezin. Wat is Dr. Sleep? Nou, lang, lang, lang geleden, toen ik heel, heel, heel jong was... Toen was er een film uit en die film die heette The Shining. En die film die is uitgekomen, zoals je hier kunt zien, eind 1980. Ik mocht hem niet zien in bioscoop, daar was ik te jong voor. Dus ik moest een paar jaar wachten totdat ik hem op video kon zien. Het is een fantastisch goede film. Echt een fantastisch goede film. Ik heb er hier wat mooie plaatjes van, dan verklappen we niet echt... te veel van deze film. Dit is de oude filmposter. Die hing bij ons. Is de oude filmposter. Die hing bij mijn bioscoop. En ja, dat ding was. Die heeft aan een tijdje gehangen. Maar ja, mocht de bioscoop niet. Waar gaat The Shining over? Nou, The Shining gaat over een schrijver, Jack Torrance, gespeeld door Jack Nicholson. Die met zijn gezin op een leegstaand hotel gaat passen. Dat hotel dat bevindt zich ergens in Amerika in the middle of nowhere. En van de winter gaat het daar zo vreselijk sneeuwen dat de wegen onbegaanbaar worden. Dus dat hotel is dan gewoon dicht. En om nou te voorkomen dat de leidingen en dingen gaan bevriezen, huren ze dan een caretaker in. En in dit geval is dat Jack Nicholson. En Jack is aan het schrijven. Jack Torrance. Dat is de naam van het karakter. Jack Torrance is een boek aan het schrijven. En hij heeft zoiets van, dat lijkt me heerlijk. De hele winter opgesloten zitten in dat hotel. En dan ga ik lekker aan mijn boek werken. Zijn vrouw vindt dat ook wel prima. Die vindt het leuk. En ze hebben een jong zoontje, hebben ze, die blijkbaar nog niet naar school moet of weet ik niet, homeschooling zal gaan krijgen. En zij gaan met z'n allen dan naar dat hotel. En vervolgens gaat het in dat hotel helemaal mis. Ik doe geen review van The Shining. Dus over The Shining zeg ik verder niet zo heel veel. De film is geregisseerd door niemand minder dan Stanley Kubrick. Arguably een van de beste regisseurs ooit. De man heeft fantastisch veel klassiekers gemaakt. En The Shining, volgens mij is dat nog steeds wel zo. Het staat bekend als een van de engste films ooit. Het was echt vrij uniek allemaal voor de jaren 80. Maar we zijn nu 40 jaar verder en de film is nog steeds heel, heel, heel bijzonder. De film is gebaseerd op een boek. Het boek dat heet ook The Shining. En het boek is geschreven door Stephen King. Stephen King is een van de meest verkochte, meest succesvolle schrijvers in de hele wereld.
En hij schreef het boek in 1977, volgens mij. Er staat hierbij dat Stephen King 350 miljoen boeken heeft verkocht. Het is echt onvoorstelbaar. En ik heb wat nieuws geleerd. Ik zie hier namelijk dat Stephen King kinderen heeft. En die heette Naomi King en Joe Hill. En ze dacht, die naam die ken ik. Dat is wel geestig, want dit is Joe Hill. Ik wist niet dat dat de zoon van Stephen King was. Maar Joe Hill is ook een schrijver. En ik ken hem voornamelijk van comic books, graphic novels. En dat heeft wel wat weg van wat zijn vader doet. Joe Hill doet horror science fiction, maar dan met graphic novels. En comic books. Dus dat is leuk. Joe Hill is ietsje jonger dan ik. Anyway, Stephen King vond de film The Shining helemaal niks, vond hij dat. En het is misschien een stukje jaloezie, denk ik. Want als mensen The Shining zeggen, dan denkt iedereen meteen aan Stanley Kubrick. En geniaal, et cetera, et cetera. En iedereen denkt meteen aan Jack Nicholson. Een fantastische rol, et cetera, et cetera. En ik denk dat Stephen King gewoon liever had gehad dat iedereen aan zijn boek dacht. Dus Stephen King heeft door de jaren heen, vanaf dat de film uitkwam, en de film was beslist geen succes. Kijk maar, dat kunnen we hier zien. The Shining, hier dan. Dit is wat The Shining, $45 miljoen heeft die film verdiend in Amerika. Dat zijn natuurlijk dollars uit 1980. Maar het was beslist geen groot succes. De film is daarna als videotheek gekomen. Je kan dit soort films in de videotheek huren of zelfs kopen. En televisie, daardoor is de film zo bekend geworden. Maar goed, Stephen King vond een kutfilm, was er altijd maar over aan het klagen. Hij vond hem niks en hij heeft zelfs, dus Stephen King heeft het zelf gedaan, een soort Shining miniseries gefinancierd en aan meegewerkt. Zeg maar een soort langere film wordt het daar, weet ik veel, 4 uur in die richting. En hij had toen controle over het script. Dus de miniseries van The Shining, die ik helemaal niet bijzonder vind, maarloos, want die schijnt meer trouw aan het boek gebleven te zijn. Jaren later heeft Stephen King een vervolg geschreven op The Shining. En dat boek heet Dr. Sleep. En ik zie hier dat geschreven is in 2013. Ik lees geen thrillerboeken. Ik lees geen horrorboeken. Dus ik heb The Shining als boek niet gelezen. En ik heb het boek The Dr. Sleep niet gelezen. Dus ik kan niet zinnen zeggen over hoe goed of hoe slecht die boeken zijn. Maar Dr. Sleep is inderdaad de opvolger van The Shining. De hoofdkarakters, Jack Torrance en zijn vrouw, die zitten niet meer in het vervolg, in het boek. Maar dat jonge zoontje, en in The Shining is hij echt heel jong, weet ik veel, 5, 6, 7 jaar oud. Die zit er wel in, die is in Dr. Sleep, is hij een volwassene geworden. Zoals gezegd, vanmorgen heb ik dan eindelijk een goede kopie kunnen kijken van Dr. Sleep. En ik moet heel eerlijk bekennen, ik vond het eigenlijk wel een leuke film. Het was natuurlijk een onmogelijke taak die de regisseur en de acteurs hadden. Namelijk, je bent een ultieme klassieke. Een van de beste films aller tijden ben je een vervolg op aan het maken. En het maakt natuurlijk geen donder uit wat je doet. Je zult altijd vergeleken worden met het origineel. Met The Shining, met Jack Nicholson, met Stanley Kubrick. En het is natuurlijk gewoon heel moeilijk om daar aan te tippen. De film deed het niet goed. Ik kan wel even kijken. Dr. Sleep Movie. De film heeft het niet bijzonder gedaan. Kijk hier. $67 miljoen in totaal. Dat is niet best, hè? In 2019 dollars. Vandaar ook dat de film nu al in goede kopie te verkrijgen is. En het is eigenlijk een beetje jammer.
Want het is gewoon een hele leuke, hele goede film. De film duurt heel lang ook, 2,5 uur. En we gaan het een beetje over hebben waar die film over gaat. Waar gaat die film over? Nou, we zijn heel veel verder dan de film The Shining. En dat jonge jochie, Dan, is nu een volwassen man geworden. En net zoals zijn vader voor hem, Jack Torrance, kampt hij met allerlei problemen. Alcoholisme. En heeft helemaal niets van zijn leven weten te maken. Helemaal nul. En wij stappen in de film op het moment dat Danny zijn leven gaat beteren, zeg maar. Hij meldt zich aan bij Alcoholics Anonymous. Hij kickt af en wij zien hem kortstondig zien we hem zeg maar 8 jaar sober zijn. En daar is hij, ja, gaat er beter uitzien. Hij heeft vast werk, et cetera. Maar hij heeft wel nog steeds The Shining. Wat is The Shining? Ja, het is een beetje een mengelmoes van alles. The Shining in het origineel. In de film The Shining. Is een soort voorgevoel. De dingen die er in de toekomst gaan gebeuren kunnen voorspellen. En kwade geesten kunnen aanvoelen. Dat is een beetje. Er wordt niet echt op ingegaan in het origineel. In Dr. Sleep wordt daar veel meer op ingegaan. Er blijken namelijk meer kinderen rond te lopen die diezelfde gaven hebben. Een soort, laten we het even, paranormale, telekinese-achtige gaven die kinderen hebben. En in deze film, in Dr. Sleep, is er een soort bende. Een soort rondreizend gezelschap, een beetje als een soort circusgroep. En die circusgroep die zijn op zoek naar dit soort kinderen. Kinderen met dat soort talenten. Om die kinderen te vermoorden. En dan wat er uit die kinderen komt is een soort rook. En die rook die stoppen ze in een soort potten. En dit rondreizende gezelschap, deze vampiers, je ziet er hier één van. Die rondreizende vampiers die voeden, zeg maar, op die poppen, op die rook die uit die potten komt. Dus ze harvesten als het ware de rook uit die kinderen. En dat betekent dat ze dus door Amerika heen reizen in een soort karavaan van, wat zijn dat? Een soort rijdende caravans. En dan parkeren ze ergens, kidnappen een kind, vermoorden dat kind en slurpen met z'n allen die rook op. Ze zijn daardoor in staat om hun leven langer op te rekken. Danny, inmiddels zijn leven verbeterd. Die krijgt hier lucht van, min of meer. Hij krijgt visioenen. Hij krijgt enge dromen. En komt op een gegeven moment ook in contact met een meisje die dezelfde gaven heeft die Danny heeft. Dat is dit meisje. Maar veel krachtiger. Dit meisje is echt super, super powerful. Nou, je raadt het al. Die vampiers die willen dat meisje hebben. Daar komt een beetje op neer. En zo, laten we zeggen, tegen 2/3 van de film is het goed duidelijk. Dat dit is wat die bende doet. Je hebt die bende meerdere slachtoffers zien maken. En Danny besluit om dat meisje te gaan redden. Dat meisje te gaan helpen. En die vampiers te gaan stoppen. Het is een heel ander soort film dan The Shining. Het is een slow burner, is het. Maar er gebeurt in deze film heel veel meer dan in The Shining. Er is veel meer verhaal, zeg maar. The Shining vond ik juist zo goed. Omdat de hele film zich afspeelt tussen 3 personen opgesloten in dat hotel. Dit is meer een... wat is dit? Ik weet het niet. Ik vond het goed. aan het einde van de film. Danny en dat meisje weten een kortstondige overwinning te boeken op deze vampiers. Waarbij een hele hoop van deze vampiers uitgeschakeld worden. Maar de hoofdvampier die wordt daar natuurlijk woest. Die wil per se dat kind hebben. Dus Danny die zegt tegen dat meisje. Wat we doen is. We smeren hem naar een geheime plek.
Het is een plek die gevaarlijk is voor mensen zoals wij. En dat is het leegstaande, inmiddels leegstaande Overbrook Hotel, waar de eerste film afspeelt. Na de ramp van de eerste film is het hotel nu dicht. Ramen zijn dichtgetimmerd, et cetera. Het staat al jaren leeg. En Danny vlucht met dat meisje naar dat hotel. En daar wachten ze dan die hoofdvampier op. Die de gave van dat meisje wil stelen. Of de essentie, die rook uit dat meisje wil opslurpen. Die hoofdvampier die weet alleen niet hoe eng en gevaarlijk het Overbrook Hotel is. Want in het Overbrook Hotel, dat weten we natuurlijk uit de eerste film, daar zijn zulke afschuwelijke dingen gebeurd. Daar spookt het. En de gok is dan een beetje van, als dat hotel gevaarlijk is voor mensen die The Shining hebben, mensen die Shining hebben, kinderen die Shining hebben, dan is het waarschijnlijk ook gevaarlijk voor deze vampier. En dat plan, dat werkt eigenlijk best wel goed. Die vampier die komt inderdaad naar dat hotel om Danny te vermoorden en dat meisje op te vreten. En dat gaat helemaal mis. De geesten van het Overbrook Hotel pakken de vampier, vreten de vampier op. En uiteindelijk blijft Danny alleen achter in het Overbrook Hotel. Het hotel gaat de fik in. En Danny wordt opgeslokt door de vlammen. Danny wordt gespeeld door Ewan McGregor. Ja, ik vond dat hij een leuke Danny speelde. De scènes in het hotel, dat hotel weer terugzien. Net zoals in het origineel, is absoluut fantastisch. Het laatste stuk van de film, laten we zeggen de final act, is echt verreweg het beste natuurlijk van de film. Want ja, al die decors weer terug, et cetera. Het is heel, heel knap gedaan. De originele cast. Jack Nicholson en Shelley Duvall zitten er niet in. Maar toch ook een beetje wel. Ze hebben een Jack Nicholson lookalike gevonden. En een Shelley Duvall lookalike gevonden. En die lijken echt best goed. Qua stem vond ik de Jack Nicholson lookalike wat minder. Maar hij heeft een... hij komt kortstondig in beeld en hij heeft wat dialoog. En waar hij met zijn zoon min of meer aan de bar zit in het Overbrook Hotel. Er was heel veel negatieve pers over deze film. En de film flopte ook meteen, want de film had het geweldig moeten doen in het eerste weekend. En vanaf begin november werd er meteen geroepen, oh weer een reboot, oh weer een remake. Vreselijke fuckfilm. Ik heb geprobeerd om dat allemaal zo min mogelijk te lezen en ben gewoon rustig gaan wachten tot er een goede kopie uit was. Ja, ik vond het een hele leuke film. Natuurlijk niet zo goed als The Shining, maar ja, The Shining die heb ik gezien toen ik, weet ik niet, 14 jaar oud was of zoiets. En het was toen zonder meer een van de allerengste, meest geweldige dingen die ik ooit had gezien. Nu ben ik natuurlijk veel ouder. Ik ben bijna 50. Een beetje de leeftijd van burgemeester Halsema. Ja, nu heb je alles al 100 keer gezien. Dus het is moeilijk om nog zo verrast te worden. Nog zo geprikkeld te worden door een film. Als je een beetje saai oude lul geworden bent. Maar ja, ik raad hem aan. Ik vind Dr. Sleep een hele, hele leuke film. Is het een waardige opvolger van The Shining? Ja, het is een heel ander soort film. Er zitten elementen van The Shining in. Maar ja, best wel. Ja, best wel. Ik vind met name het slotstuk, wat zich afspeelt in dat hotel, maar dan op een hele andere manier. Dat vond ik heel knap gedaan. En het is vreselijk leuk om dat weer terug te zien. Maar nu onder andere omstandigheden. Ik vraag mij af wat burgemeester Halsema vindt van The Shining. Ze is mijn leeftijd. Ik weet zeker dat ze die film gezien heeft. Ik weet zeker dat ze The Shining fantastisch vindt. Maar ik vraag me af wat ze vindt van de opvolger. Deze twee films samen. Ik ga ze een keertje alle twee achter elkaar kijken. Dat is wel een hele set. Want beide films duren 2,5 uur. Dus dan moet je echt 5 uur vrije tijd hebben.
Dat wordt lastig om te vinden. Maar dit is ja, een waardige opvolger, waardige opvolger. Het is gewoon een hele leuke thriller met horror elementen. De decors zijn fantastisch, de dialoog is leuk, het verhaal is leuk, de muziek is goed, de acteurs leveren goede prestaties. Het is wel stevige kost natuurlijk, want ja, kinderen worden erin vermoord, maar ja, de Shining, het is veel minder eng dan The Shining. Ik denk dat je deze film gewoon met kinderen moet kunnen kijken vanaf, weet ik niet, jaar of 13, 14. Kinderen kijken wel engere dingen dan dit. En The Shining, ja god, als je met z'n allen thuis bent, dan zou ik die ook gewoon kijken met kinderen. Ik heb daar niet zoveel problemen mee. Kinderen hem helemaal in hun eentje alleen laten kijken. Ja, ik weet niet, dan is hij wel heel erg eng, The Shining. En ik denk dat deze dan ook wel heel erg eng is. Maar ja, dat geeft wel een extra dimensie natuurlijk. Als je helemaal alleen thuis bent en je ouders zijn naar een feest of naar een restaurant of wat dan ook, en je bent in je eentje thuis, dan is het natuurlijk extra griezelen om The Shining te kijken of Dr. Sleep. Nou, dat was mijn review. Dit is een experiment. We gaan nu kijken wat er gebeurt. En of ik inderdaad, als het goed is, zou ik via deze software, wat ik nu net heb opgenomen, in één keer rechtstreeks moeten kunnen publiceren op YouTube. In de tussentijd, mocht burgemeester Halsma deze video zien, wij willen dolgraag weten wat u vond van The Shining. En we willen dolgraag weten wat u vond van Dr. Sleep. En als u hem niet gezien heeft, Dr. Sleep, dan zeg ik, ga die een keertje kijken. Ergens online, thuis, dat lijkt me een prima manier om te ontspannen van die zware baan. Lieve mensen, dank jullie wel voor jullie tijd. Nu gaan we kijken wat er gebeurt.